De gemeente Beuningen krijgt vanaf 2025 te maken met financieel zwaar weer. Net als alle andere gemeenten in Nederland ontvangt Beuningen minder geld uit het gemeentefonds van het Rijk. En daarnaast blijven natuurlijk de prijzen en lonen stijgen. De gemeente Beuningen moet daarom zijn wensen, zoals het zwembad en de bouw van de nieuwe school, een jaar op onhold zetten. Ja, we spreken daar over code rood. We zijn gewoon als gemeente geconfronteerd met enorme financiële tegenslag. We wisten dat we gekort zouden worden op het gemeentefonds. Maar na het opstellen van de perspectiefnota in de maand april, mei, ja, tot aan heden zijn we geconfronteerd met meer kosten en meer taken vanuit het Rijk waar geen middelen tegenover staan. En de ontwikkeling van loonprijsstijgingen. En dat de combinatie met de ambitie die we als gemeente hebben maakt dat wij een enorm begrotingstekort hebben voor het jaar 2025. Zonder ingrijpen duikt de begroting de rode cijfers in een tekort van 3,5 miljoen euro in 2025, is de verwachting. De gemeente heeft mooie plannen voor de toekomst en is door het sparen in de afgelopen jaren wel financieel gezond. Maar de plannen die ze willen, moeten wel worden herbekeken. En hiervoor gaan zij het volgende doen. Daarin kunnen we als gemeente aan drie knoppen draaien. Enerzijds is ervoor kiezen om investeringen in het nieuw beleid niet te doen. We hebben nu voor gekozen om het on hold te zetten voor een jaar. Dus we gaan uitstel van investeringen doen. Zodat we de tijd hebben om zowel met het college als met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Waar gaan we onze middelen wel en niet voor inzetten. Daarnaast voor alle taken die we al doen gaan we kijken waar we kunnen bezuinigen en wat we kunnen uitstellen. Ja, en de laatste knop dat is het verhogen van lokale belastingen. En ja, heel eerlijk, we zullen ze alle drie nodig hebben om tot een gezonde, sluitende begroting te komen. Ja. En het on hold zetten van projecten betekent dus ook dat de voorbereidingen hiervan ook met een jaar op stop worden gezet. Nou, dat gaat eigenlijk voor alle voorzieningen waar we nu mee bezig zijn om daar voor nieuwbouw of renovatie op uit te voeren. Je noemde net bijvoorbeeld een zwembad. Ik denk aan een school of aan het vervangen van een sportveld. Dat we nu voor kiezen om alles on hold te zetten in de tijd, betekent dat ook dat de voorbereiding daarvan ook stil ligt. Dus dat heeft als effect dat alles voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Ja. En ondanks deze financiële tegenvaller blijft de gemeente toch vertrouwen hebben in de toekomst. Ja, toch rooskleurig. Omdat wij, we zijn financieel gezond. Iemand die al een tijdje Beuningen woont, weet dat we ooit onder preventief toezicht hebben gestaan. Maar dat is nu niet het geval, nog steeds niet. Maar om dat te voorkomen dat we wel weer onder preventief toezicht komen, zullen we wel keuzes moeten maken. Zowel in huidig beleid als nieuw beleid. We gaan het doen samen met de Raad om zoveel mogelijk ambities te realiseren en ook zoveel mogelijk voorzieningen bereikbaar te houden voor onze inwoners. Maar ik kan niet ontkennen dat sommige dingen wel zichtbaar gaan zijn. Bijvoorbeeld dat we voorzieningen wat langer openhouden dan in eerste instantie de bedoeling was.